Okidoki allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De Stijltoon Box van de maand juli viel zojuist op de mat. Hebben ze geluk mee dat het vandaag komt, want morgen ben ik dus op vakantie. Op het moment dat deze video online komt, ben ik op vakantie. En er zullen vast ook wel vlogs tussendoor online komen. Hij viel weer op de mat en daar zitten deze maand hele leuke dingen in. Ik heb stiekem alvast even gespiekt, want dat vind ik stiekem toch wel heel erg leuk. Niet gewoon stiekem, dat vind ik gewoon heel erg leuk, punt. En ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. Ik ga het niet opdoen, want ik heb net een video opgenomen waarin ik producten van de Primark ging testen. Als het goed is, heb je mijn aankondigingsvideo gezien dat er vanaf maandag een Primark themaweek start. Waarin ik dus 7 video's achter elkaar, maandag de 20e tot en met zondag, iedere dag een video online zet. Maar vandaag is het woensdag en vandaag gaan we lekker de Primark, of de Stijltoon Box unboxen. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop jij ook. We gaan gauw beginnen. We beginnen gewoon even met het product dat als eerste in het boekje staat. En dat is deze kwast van Creative Cosmetics. Hebben we ooit eerder een Stijltoon Box gehad. Maar die vond ik toen niet zo fijn. Want ik wist niet goed wat ik ermee moest. Weet je, ik vond hem heel erg hard. En niet. Ik wist niet wat ik ermee moest. Maar deze kwast weet ik wel wat meer wat ik ermee moet. Hij heet officieel Blush Kwast. Ik vind hem daar ook te hard voor. Maar je zou er helemaal mee kunnen contouren. Of misschien zelfs een foundation aan kunnen brengen. Dat ga ik zeker proberen. Het eerste product is een super handige tool die iedereen wel kan gebruiken. Het is de blush kwast van Creative Cosmetics. We hebben al mooie kwasten van het merk mogen ontvangen. En deze mag zeker niet ontbreken in je collectie. Ze zijn handgemaakt. Gekozen synthetische haren. Hygiënisch gebruik. Zacht voor de huid. Houten steel. Sterk. Gaan lang mee. Schuine vorm van deze zijde, zachte kwast, wordt je namelijk al een handje op weg gelopen. Handig toch? Ja, hij is zacht, de haartjes, maar ik vind hem alsnog best stug. Een blushkwast mag van mij wel wat losser zijn. Maar ik ga deze zeker gebruiken en kijken waarvoor. Misschien toch voor blush, maar ik kan hem ook voor bronzer gaan gebruiken. Of wat ik al zei, voor foundation. Met de contouren zal die net even iets te zacht zijn, denk ik. Maar we gaan het zeker bekijken. En dit is nummertje 4 van Creative Cosmetics. En die kwast kost €19,95. Vind ik duur. Want ja, MAC kwasten zijn wel duurder, maar dan nog, ja, weet je, daar weet ik dat ze heel erg goed van zijn. Met dit merk weet ik dat gewoon nog niet. Het tweede product is een masker van Vitamask. Vitamask hebben we ook al vaker in de Stijltoon Box gehad. En de Strawberry Yogurt Mask. Ik vind hem er gewoon super schattig, schederig, poeperig uitzien. Heel erg leuk. Echt gewoon zo'n flesje. Even kijken naar de ingrediënten. Daar zit minerale olie in. Aardbeienextract, voedende alcohol, yoghurt inderdaad. Nou ja, yoghurt is dus heel erg goed om de huid een beetje te exfoliëren, omdat er dus melkzuur in zit. We gaan even kijken wat Stijltoon Box erover zegt. Hij kost €3,37. Vind ik voor een masker eigenlijk wel een hele nette prijs. Fruit is een belangrijk onderdeel van onze voeding. Hiermee krijg je vitamines binnen, die hebben we allemaal nodig. In deze box geven je daar wat aardbeien, maar je mag die niet opeten. Nou, laat ik daar nou ook niet van plan zijn. Aardbei yoghurtmasker, heerlijk verfrissend en verzorgend voor je huid na een zomerse zonnige dag. Ruikt heerlijk, ontworpen voor de droge en doffe huid om een heerlijke boost te geven. Helpt de huid verjongen en voeden. Mix van aardbeien en yoghurtextracten helpen jouw huid te laten stralen en gladder te maken. Een heerlijk toetje voor je huid. Ja, dat vind ik ook. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Gewoon hoe die uitpakt en wat die gaat doen. Ook in aardbeien zit een bepaald zuur in. Wat je dus ook kan gebruiken om je tanden witter te maken. Schijnt niet goed voor je glazuur te zijn. Maar ik kan wel voorstellen dat het ook je huid brighter maakt. Laat ik het dan zo stellen. Het derde product was ik eigenlijk zelf heel erg enthousiast over. Dat is een oogschaduwpaletje van Bella Pierre Cosmetics. Bella Pierre hebben we ook al vaker in de Stijltoon Box gehad. Ik vind het zelf een vrij duur merk. Het kan duur zijn. Maar kijk dan hoe schattig dit kleine oogschaduwpaletje is. Dit is toch cute. Ik vind dit super leuk. Echt helemaal schattig gewoon. Ik heb niet echt veel ervaring met de oogschaduws van Bella Pierre. Mijn schoonheidsspecialiste verkoopt het in de winkel. En die heeft in de praktijk. En die heeft een heel groot palet te liggen. En iedere keer kijk ik er heel veel lekker naar. Maar toch, ik weet ook niet wat het kost. Maar toch koop ik het dan niet. Omdat ik denk van, ja weet je, ik heb al zoveel oogschaduwpaletten. Maar als dit nou een heel goed palet is, wie weet dat ik dat dan van haar wel koop. Stel, €25. Dat vind ik best prijzig voor zo'n klein paletje. Dus dan wil ik misschien ook wel niet weten wat dat grote palet in haar praktijk dan wel niet kost.
Wij zijn verliefd op dit product, ik ook op het oog. Een prachtig oogschaduwpalet van Bella Pierre met de naam Peach Blossom. Het oogschaduwpalet bevat 4 prachtige zomerse oogschaduwtinten die je allemaal afzonderlijk van elkaar kunt gebruiken of mengen met elkaar. Sterk gepigmenteerd, fijn te blenden, 3 glanzende en een matte kleur. Ja, deze kleur zeg maar, die is mat. En die andere 3 zijn glanzend. Dus dat is leuk. Nou, tip hoe je een oogschaduw ooglook moet maken. Nou, ik denk dat dat me nog wel lukt op zich. Ik denk dat ik dit ook echt het leukste product uit de box vind. Het is gewoon mega schattig. En ja, ik ben gewoon ook heel benieuwd hoe ze het op het ooglid doen. En ik zie mezelf hier al een look mee maken. En ja, ik denk dat ik hem ook meeneem op vakantie. Ik vind het gewoon schattig. Ook gewoon handig. Dan hebben we een merk wat voor mij onbekend is. Dat is het merk Seraphine Botanicals. Ik ken het merk niet. Ik heb er nooit van gehoord. Ik geloof ook niet dat we het ooit in de Stairtone box hebben gehad. Maar het is een lipgloss. En dit is de Coco Nude. Zo ziet de verpakking eruit. Ik hou niet van kokos. Dus ik hoop niet dat het een kokosachtig geurend product is. En je kan deze kleuren kan je nog meer krijgen. En ik weet niet welke kleur ik heb. Ik ga het dus eerst even bekijken. Oh, ik heb de roze variant. Dat is jammer, want ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat ik deze variant had gekregen. Maar ja, ik mag een gegeven paar niet in de bek kijken. Ik heb die. Even kijken hoor, ga ik hem ook even swatchen. Wacht, dan ga ik trouwens ook... Nee, want ik wil nog foto's maken van de Bella Pierre Cosmetics paletten voor op Instagram. Hij ruikt niet naar kokos gelukkig. Hij ruikt ontzettend chemisch. Maar ik vind het wel een heel mooi kleurtje. Ook wel een vrouwtje kleurtje. Hoeveel zit erin? Coco Rose heet die. Zit 2,5 milliliter in. Dus dat is op zich nog wel netjes. Hij kost 18 euro. Weer vrij duur voor, voor zo'n product. Maar daarom ben ik ook gewoon heel blij dat ik dit in de Stairtone box mag ontvangen. Het vierde product is de Coco Nude Lip Gloss van Seraphine Botanicals. Alleen het doosje al krijg je een zomers gevoel. Die zin klopt dus niet. Alleen van het doosje al. Dat hebben ze verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Doordrenkt met kokos en helpt de lippen hydrateren. Kokosolie vind ik wel heel fijn aan mijn producten. Want ik merk echt dat dat iets doet voor mijn huid. Lipgloss brengt heel fijn aan en geeft je een zachte, subtiele kleur. Je ontvangt 1 van de 3 kleuren van Seraphine Botanicals. Je kunt de lipgloss apart dragen of bovenop een lippenstift als extra finish. Kokos, zonnebloem en sojaolie, bonenolie bevat die. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dit dan ook echt mijn lippen zachter maakt. Ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar meerdere producten uit deze box, moet ik eerlijk zeggen. 18 euro had ik het al gezegd. Volgens mij wel. Dan hebben we van het merk Paese nog iets. Paese heeft er de laatste 3 keren ook in gezeten. En ik moet eerlijk bekennen dat ik van alle 3 de dingen ze heb weggegeven. Niet omdat het niet goed was of zo. Maar 1 keer omdat het niet bij mijn huid paste. Ik kreeg een illuminating primer. Nou, ik heb een mega vette huid, dus dat gaat niet werken. En 1 keer een pigment. En ik heb nog iets gehad wat ik heb weggegeven. En dat ligt niet aan het merk. Maar ik vond de producten niet inspirerend of zo. Niet vernieuwend of niet bijzonder. Ik denk dat het dat is. Het is een klein schattig cute tubetje in ieder geval. Ik vind de kleur lelijk. Maar dat terzijde. Die overgang vind ik gewoon niet zo mooi. Maar goed. 8,5 milliliter. Dat is ook nog fors. Ondanks dat het een klein tubetje is. En ik ga hem eens heel eventjes proberen. Eerst even die swatch van mijn hand halen. Ik denk wel dat hij wel een mooie dekking heeft. En ik heb ook het idee dat hij ruikt. Ja, ik kan hem niet goed plaatsen waar hij naar ruikt. Maar niet een heel sterke geur of zo. Ik heb wel het idee dat hij inderdaad wel echt illuminating brightening kan zijn. En deze wil ik ook gewoon heel graag uit gaan testen en in mijn everyday bakje gaan doen. En als ik dan een everyday bakje opruim, dan hoor of zie je er nog wel van. Of hij moet extreem goed of slecht zijn, dan komt hij in de tops en flops voorbij. En wat zegt Stairtone er dan nog over? Last but not least, de concealer van Paese. Is het 5e en laatste product uit deze box. De concealer zit in een handige, in een supergezellige en fleurige tube. Fleurig vind ik hem niet.
Wat ook nog eens gemakkelijk aanbrengt. Dat vind ik inderdaad heel fijn dat het een tubetje is. Want zo'n Dovet applicator, dat is toch iets minder rigide. Dit is eigenlijk het meest hygiënische wat je kan bedenken. Wat ook nog gemakkelijk aanbrengt. De concealer geeft de huid een langdurige matte finish op plekken met oneffenheden en donkere kringen. Dat is een beetje tegenstrijdig, want brightening, dat denk je niet aan mat. Helpt ook de huid te hydrateren, verwerkt oneffenheden, gezonde uitstraling, vermindert rimpels en hydrateert de huid rondom de ogen. Ideaal dus voor de lange zomeravonden die op je planning hebt staan. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben eigenlijk benieuwd naar het meeste uit deze box. Ik moet zeggen, de past, ja, dat vind ik dan niet zo boeiend. Maar die andere vier producten, vooral het oogschaduwpaletje, dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Dit was de video van de Steltone Box van deze maand. Ik ben iedere maand gewoon weer verrast en weer verbaasd dat er toch wel hele leuke, fijne producten zijn. Ik ben ook heel erg blij dat ik hem mag ontvangen van Steltone. Onderin de beschrijving zet ik een kortingscode waarop je 2,50 krijgt op een box naar keuze. Deze video is verder niet gesponsord. Ik krijg er niks voor. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om deze te mogen ontvangen en te mogen krijgen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet vooral zaterdag niet te kijken. Dan komen deze week ook nog vast wel vlogs online over mijn vakantie. En vanaf maandag begint natuurlijk de Primark Thema Week. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!